Hallo mensen, welkom in deze nieuwe Airsoft video. Deze video is een korte unboxing van mijn nieuwe Pirate Arms PX3 Red Dot Sight. Dus even een heel snelle unboxing zoals ik er al meerdere heb gedaan of ga doen. Afhankelijk van wanneer deze video wordt geüpload. De Pirate Arms PX3 Red Dot Sight. Ik weet nu even niet de prijs meer uit mijn hoofd. Ik heb de factuur nu ook niet bij de hand. Maar ik zal de prijs even... wat ik ervoor heb betaald, op het scherm zetten. Ik zeg, het is een snelle unboxing, dus laat ik gewoon maar deze doos opentrekken. Kijken, hoe moet dat? Nou, wat krijg je allemaal in de doos? In de doos krijg je een handleiding. Gewoon weggooien. Je krijgt een microvezeldoekje. Waarschijnlijk bedoelen ze dat om de lenzen van je Red Dot Sight schoon te kunnen maken. Een microvezeldoekje, altijd handig. Ook al gebruik je dat niet voor je Red Dot Sight, gewoon bewaren. Er zijn genoeg momenten waarop je een microvezeldoekje goed kunt gebruiken. Dus die kun je ook gewoon aan de kant gooien. Dan hier, wauw. De Red Dot Sight. In plastic. Dus laten we daar gauw uittrekken. Een plastic, dat gooi je in de plastic bak. Oftewel de prullenbak. En dan heb je hier de Red Dot Sight. Hij is niet heel zwaar, moet ik zeggen. Een lekker gewicht. Ik weet niet, dit is mijn eerste Red Dot Sight. Ik weet dus niet hoe zwaar ze moeten zijn, zeg maar. Maar het weegt niet heel veel. Als ik ergens gewicht kan vinden, dan zet ik dat nu ook even op het scherm en in de beschrijving. Maar hij zal niet heel veel gewicht aan je replica toevoegen. Wat ik nu zie en wat ik nog niet wist dat erop zat. Er zijn twee lenscovers. Die je er vanaf kunt halen. Waar je dus doorheen kunt kijken. Het voordeel hiervan is dat deze dus je Red Dot Sight beschermen tegen BB's. Ga ik deze waarschijnlijk niet gebruiken omdat ze een kleurtje toevoegen. En dat hoef ik niet per se. En in dit doosje zit iets wat dit gaat vervangen. Namelijk een BB Protector. Die ga ik in deze video niet over hebben. Deze krijgt nog zijn eigen aparte video. Voor nu, Lens Protector. Ik ga deze specifieke dus niet gebruiken, omdat die getint is. Ik hou er niet zo van. Als het getint is, dat heb ik bij mijn huurkit. Zat dit er ook op? Toen heb ik gevraagd, mag ik het er vanaf halen? Toen zeiden ze ja. Dan ben ik blij dat ik dat er vanaf heb gehaald. Want ik hou niet zo van als dat getint is. Dus die leg ik aan de kant. Hier, de Red Dot Sight. Pirate Arms, Red Dot Sight. Ik moet zeggen, Red Green Dot Sight. Deze Red Dot Sight kan namelijk ook een groene dot weergeven. Nou, wat zit er allemaal op? Hier aan de zijkant zit een stelschroef. Hiermee stel je dus in hoe fel de Red Dot is en op welke stand die staat. Rood of groen. Hij kan best wel fel. En ik heb ook gemerkt, ik heb volgens mij deze exacte ook op mijn huurkit gehad. Ik vond groen een fijnere kleur om door te kijken. Groen zag ik veel beter dan rood. Dat is een voorkeur. Iedereen ziet kleuren net even ietsje anders. Net even ietsje minder goed of beter dan een andere persoon. Dus gewoon proberen. Ik heb voor deze Red Green Dot gekozen, zodat ik die mogelijkheid heb om te switchen. Nou, verder zitten er ook nog stelschroeven op voor de wind. Maar ja, dat is in het echt wel te gebruiken. Maar voor airsoft, als er echt zoveel wind staat, dan pakt die wind dat balletje toch wel mee. Een 22 mm rail zit er natuurlijk aan de onderkant. En ook is de zijkant van deze Red Green Dot Sight bedekt met rail space, zodat je er in principe nog meer op kunt doen. Bijvoorbeeld een camera, zodat je een goede first person view kunt filmen. Nou, om deze Red Dot Sight, Red Green Dot Sight op je replica te monteren, heb je drie dingen nodig. Je replica, je sight en een, even kijken, 3 mm Allen key. Ik kom even niet op het inbussleutel. 3 mm inbussleutel. Wat je doet, is je... Er zitten hier twee schroefjes. Die draai je los. Ik weet nog niet hoe ver die los moeten. Dus ik draai ze nu gewoon eerst een klein stukje los. En even kijken. Die mogen dus nog wat verder los. Ze moeten zo ver los dat
dat je red dot sight over het railsysteem op je replica heen kan vallen. Wat hij bij mij nu heeft gedaan. Dus nu draai ik hem weer vast. En waar je op moet letten tijdens het monteren, is dat de knop waarmee je de intensiteit en de kleur instelt, aan de rechterachterkant zit. Op deze manier gebruik je dus de sight goed om. Ik ga verder in over hoe je hem moet afstellen, dus waar hij op je railsysteem moet zijn. Dit is een persoonlijke voorkeur. En ja, er zullen vast schema's zijn die ervoor zorgen dat het niet helemaal perfect zit, maar dat ga ik niet doen. Ja, dat was het wel. Behalve dat je natuurlijk die schroefjes ook weer vast moet draaien. En dan zit je Red Green Dot Sight van Pirate Arms vast op je replica. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Wil je nou meer weten over deze Red Green Dot Sight? Laat dan even een comment achter met de zin ik wil er meer van weten. En dan zal ik er misschien nog wat dieper over op ingaan. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer weer. Ciao.